Hallo, hallo, welkom weer bij deze nieuwe video. Het is avond, onze werkdag zit erop en ik moet zeggen, het was best wel een pittige werkdag. Ik denk dat ik geen moment tijd heb gehad. Eigenlijk afgelopen 3 dagen, dat we dus nu terug open zijn, na onze verlof, hebben we echt wel het best wel druk gehad. Was ook alweer fijn, ook wel fijn dat de mensen ons weer terugvinden na ons weekje verlof, ons weekje Spanje. Dat het toch wel... Toch ook wel, ja, goed dat mensen ja, toch terugkomen. Dat is ook wel weer heel fijn natuurlijk, dat mensen ons toch ook wel weten eigenlijk te vinden. Maar ik ben moe. Ik ben echt gewoon stikkapot. Onze Jules was vannacht weer al wakker en heeft heel slecht geslapen. Hij schoot al een keer wakker, had dan weer koorts. Dan had hij ook nog een keer diarree erbij. Dus het was echt niet zo al te goede nacht. Dus we hebben echt praktisch niet geslapen. Ja, dat we vannacht 3 uurtjes hebben geslapen. Dat is echt... Heel weinig. En dan direct zo'n drukke dag erbij. Maar anderzijds, ik ben wel blij dat het nu ook wel ons weekend weer start. We hebben niet echt heel erg veel plannen op onze planning. Niet echt veel plannen op de agenda, moet ik wel zoiets zeggen. Maar ik weet nu toch al wel zeker dat we ook wel leuke dingetjes wel gaan doen. En ik hoop vooral ook dat onze Jules ja, snel weer beter is. Maar het gaat nu eigenlijk beter. Sinds eigenlijk deze middag is hem heel blij, heel vrolijk. Heeft vandaag zelfs heel dag geen enkele keer nog koorts gehad. Dus misschien, ik hoop het echt wel, dat hij echt wel het kwade nu door is. En dat hij weer terug opnieuw de vrolijke, blije Jules weer kan worden. Want ik ben gisteravond nog in bad gegaan. En ik heb nog 2 vlechtjes gemaakt. En nu heb ik vandaag dus zo mooie bekjes in mijn haar. Het deed me een beetje zo denken aan toen mijn mama vroeger... hoe dat zij ook altijd dan zo mijn haar in zo 2 vlechtjes of 3 vlechtjes of soms zelfs meer deed. Als ik nog klammig haar had en dan 's ochtends stond de kop, had ik ook altijd zo'n haar. Dus nu voel ik mij weer een beetje de Jolien hoe ik was toen ik kind was. Dus ik vind het wel grappig zelfs. En dat is ook wel gemakkelijk, want dat heb ik vandaag ook weer in één keer iets anders in mijn haar als anders. En heb ik er niet eens echt heel erg veel tijd in moeten steken. Beetje de old school manier voor je haar te laten golven of te laten bekken. Dus ja, ziet er zo uit dus. Ziezo, dus nu, ik sta hier in mijn keuken. Ik ben net de pizza bodems gaan halen, want ik ga vandaag pizza maken. Heel gemakkelijk, heel simpel. Ik moet niet al te veel doen, gewoon alles rap maken in de oven. En dan kunnen we beginnen om te eten. Dat is echt ideaal na zo'n drukke dag, dat ik er niet meer zo nog te veel tralalaatjes moet doen. Meestal als ik het zo'n drukke dag heb, dan ga ik eigenlijk iets rap eigenlijk bestellen of doen. Maar ik dacht nu toch van, weet je, ik kan ook wel rap even gewoon zelf een pizza maken. En ik vind dat er niets lekkerder is als een zelfgemaakte pizza. Ja, ik vind zo, ja, de pizza's en de pizzeria's en zo kunnen toch vaak niet zo heel goed tippen aan de pizza's hoe ik ze thuis maak. En ja, dat is toch weer anders, weet je, als je pizza thuis maakt of pizza in de pizzeria of allee. Het proeft weer helemaal anders natuurlijk. En ik vind het gewoon heel lekker. Dat maakt het niet uit. Ik vind wel dat de pizza wel bij voorkeur wel rond moet zijn. Dus soms heb je ze in de winkel tegenwoordig ook zo van die vierkante pizza's of rechthoekige pizza's. Dat is helemaal niet mijn ding. Of zo hele kleintjes eigenlijk ook niet. Bij voorkeur een grote ronde pizza zoals dat moet zijn. Dat ga ik dus nu hier maken. En net als ik wil beginnen om mijn pizza te maken, ontdek ik dat ik dus een bloedneus heb. Dat heb ik eigenlijk nog nooit eerder gehad, maar ik zag net in één keer een druppel bloed. Op mijn hand. Ik dacht, wat is dat nu? En dan dacht ik ook, ik ruik ook bloed. En dan ging ik kijken in de spiegel. En zie ik dat ik een bloedneus heb. Dus nu sta ik hier zo. Echt, ik heb echt nog nooit eerder gehad. Ik heb als kind mijn polypen laten eigenlijk trekken. En toen had ik heel veel bloedneuzen toen, die periode daarna. Maar nu is het echt al jaren geleden dat ik ooit nog een bloedneus heb. Dus ja, het is ook niet heel hard natuurlijk. Zo verveeld en stinkt. Ja, bloed echt niet lekker ruikt. Kijk, dus nu sta ik hier zo in mijn keuken met nog een opgerold keukenrolpapiertje in mijn neus. Het praat een beetje moeilijk, maar het gaat zo ook. Even snel nog mijn onze pizzatjes maken. Een paar gaatjes prikken in de bodem.
En voilà, de pizza van Jeno is klaar met heel veel salami. Zo heeft hij het graag. En van mij is het een pizza met ananas en ook nog maïs en heel veel kaas. Super lekker. Weet je, kennen we Gilles in Amerika. Een beetje aan het eten. Een beetje groentjes, vleesje, kipje voor Gilles. Hij is al een beetje beter, hè? Gelukkig. Hij heeft ook honger gelijk, dus hij heeft trouwens ook wel een eigen vorkje. Hebben we hier mijn handjes aan het eten. Hier is jouw vorkje, Gilles. Ja. En hier is onze pizza. Dit is mijn pizza die in de tussentijd in de oven geweest is. En dit is die van Jeno, maar die is hier wel een beetje zwart als je het mij vraagt. Je hebt zo weinig kaas erop dat maar dus nu je salami zwart geworden is. Dat is waar. Sorry. Het is maar zo, hè. Proeft die wel lekker? Ziet er lekker uit. Oké, geniet ervan.